En voordat ik anoniem word. Dus bij mijn stem is het vrij lastig om anoniem te worden. Nou, maar online kan het wel. Ja, maar kunnen mijn stem misschien wel vertekend doen dat gemanipuleerd opneemt. Laten we wel wezen, nadat je enige afstand hebt genomen, kun je rustig zeggen dat de kleine West-Europese landen gezamenlijk een paradijs op aarde zijn. Dat daar ook van alles en nog wat mis is, dat is zonder meer een feit. Maar in de rest van de wereld is nog veel meer mis. Het Verlossen, kunt u mij horen? We vergelijken in deze aflevering een dictatuur met een coalitieland. En we kijken ook naar de congressen van de ChristenUnie en de VVD die afgelopen weekend plaatsvonden. En we hebben ook het treinennieuws vandaag. Ik weet niet of je het gezien hebt dat er volgend jaar maandenlang geen Eurostar van Amsterdam naar Londen. Ik heb het gezien. Er wordt verbouwd namelijk op het station. Ja, ik zou zeggen, laten de mensen nog eens terugluisteren de verstandige dingen die ik heb gezegd over het internationale spoorverkeer. Precies. Het is weer een bewijs te meer van de totale incompetentie van spoorwegbedrijven in Europa. Want ook in Rotterdam was ook geen ruimte voor de douane, begreep ik. Dus je moet voortaan met de Eurostar. Moest je geloof ik in Brussel beginnen of zo. Ja, het komt door grootschalige werkzaamheden aan station Amsterdam Centraal. Dat heeft de staatssecretaris laten weten. En de Eurostar, zoals de trein heet, zal daardoor tot uiterlijk mei 2025 vanaf volgend jaar niet kunnen vertrekken vanuit Amsterdam. Ja, en ook niet uit Rotterdam, want dat heeft al gemeld dat daar geen ruimte is voor de douane. Precies, de douanepost. Dus de paspoort en ook de bagagecontrole. Misschien kunnen ze bij Lage Zwaluwe een speciale stop inlassen of zo. En dat is natuurlijk nodig vanwege dat Schengen-douanezone. Hebben ze natuurlijk die post nodig om dat te controleren? Ja, dat is het probleem met Engeland. Dat het natuurlijk, Engeland ligt nu buiten de EU. En dat betekent dat je dus de hele douane-poppenkast, die moet je opvoeren. Maar dat ook de werkzaamheden aan Amsterdam zodanig zijn georganiseerd dat die trein dus twee jaar niet kan rijden, dat is ook weer heel kenmerkend. Zeker in een tijd dat we het allemaal hebben over verduurzaming. Ja, zeker weer heel kenmerkend. En iemand zei ook van ze blijven maar verbouwen op dat centraal station in Amsterdam. Dat klopt. De eerste keer dat ik in mijn leven in Amsterdam was, ik was toen een 6-jarig jongetje, waren daar grote verbouwingen gaande. En nu ben ik dus 79 en er zijn nog steeds grote verbouwingen gaande. Dat is eigenlijk omdat het hele station steeds net precies een fase achterloopt op de intensivering van het spoorverkeer. Dus als het klaar is, dan moeten ze dan weer opnieuw beginnen. Ons zijn veel te smal, zoals je weet. Heb je nooit gehad dat je in Amsterdam aankomt met de Intercity en dat er aan de andere kant van het perron ook een Intercity aankomt en dat je dan nog een kwartier lang in een bewegingsloze klont bovenaan het laatste station van de roltrap staat? Je hebt gelijk, ja. Het is wel een prachtig station. Het is wel een station zoals het bedoeld is. Ja, aan de buitenkant is een topstation. Kuipers is de architect, toch? Zeker, Kuipers is de architect, ja. Het is een heel mooi station. Een heel mooi bisschoppelijk paleis. Maar hij zegt dus eigenlijk, de perrons zijn te smal. Ja, en dan is het heel lastig om daar iets aan te doen natuurlijk. Dat begrijp je wel. Ja. Ik weet niet precies wat ze nu gaan doen in die 2 jaar. Ongetwijfeld gaan ze iets doen wat over 5 jaar moet worden veranderd. Ingrijpend moet worden aangepakt. Nou, kortom, de toestand is hopeloos. Ja, dat verklaart. Hadden ze een trein die het goed deed. Ik heb ook de loftrompet gestoken toch over de Eurostar. Prima trein, niets op aan te merken. Goede service, fantastische eerste klas. Beter eten dan in het vliegtuig. Gaat u zomaar door. En ik weet zeker dat ze hebben geluisterd naar de podcast. En dat ze toen hebben gezegd bij de directie van de Nederlandse Spoorwegen of in Amsterdam natuurlijk. Jongens, dit deugt niet. Hij is tevreden over de Eurostar. Hé, Jaap, wat kunnen we doen om de Eurostar te torpederen? Hebben we niet nog een plannetje liggen waardoor we bijvoorbeeld het hele Amsterdamse station sluiten gedurende 2 jaar? Zou dat niet een ideetje zijn? We alles concentreren op het Amstelstation. Het is een hopeloos bedrijf gewoon. Vivianne Heijnen, dus de staatssecretaris, die vindt het heel erg teleurstellend dat het niet is gelukt om een oplossing te vinden. Ja. Honderden reizigers per dag worden gedupeerd. Ja. Dat vinden ze bij de spoorwegen helemaal niet erg. Of bij de Amsterdamse gemeente, weet ik veel. En reizigersvereniging Rover, die is natuurlijk niet blij. Die vindt het absurd dat de trein voor zo'n lange periode niet rijdt. Het kan gewoon niet, zegt directeur. Ik zou me niet verbazen als er gewoon helemaal een eind aan de Eurostar zou komen. Het werkt gewoon veel te goed, dat willen ze helemaal niet. Het moet slecht werken, het moet voortdurend gestoord worden. Er moet altijd iets mee aan de hand zijn, anders zijn ze niet blij bij de spoorwegen.
Ja, Rover zegt ook een keer van het is een hartstikke succesvolle dienst en dan gaan we erin snoeien. Je moet toch een oplossing voor zijn, zegt die Freek Bos. Ja, dat is een heel naïeve man, Freek Bos, denk ik. Bij de spoorwegen is het... Freek Bos denkt dat de spoorwegen natuurlijk in principe een oplossing zouden kunnen bedenken dat hij weer gaat rijden. Maar dat is bij de spoorwegen helemaal niet de prioriteit. De prioriteit is een probleem te veroorzaken wat onoplosbaar is. Ja. Maar je jaagt nu allemaal die mensen die dus wel, want volgens mij waren er heel veel mensen die dus bedrijfsmatig daar naartoe moesten, die gingen met die ideale trein. Eurostar. Die jaag je nu het vliegtuig erin. Je kan een beetje werken in de trein natuurlijk. Je hebt niet die rare drukte van die stomme vliegtuigen die helemaal volgepakt zitten met mensen waar je kont niet kunt keren, waar je een herdenjaring krijgt. En nou ja, ik denk maar aan dat de zakenmensen konden eerste klas reizen in Eurostar. De vlag uit. Ik zweer het je. Ze dacht op het hoofdkantoor, dit gaat veel te goed, dit moet anders. We moeten een voorbeeld nemen aan de Deutsche Bahn, dat deugt ook niks. Dus weet je wat, hoe kunnen we de Eurostar saboteren? Let op, hij komt niet meer terug. Hoe kijk jij naar de twee congressen die dit weekend zijn van de VVD en de ChristenUnie, waar natuurlijk migratie weer op het... Ja, ook daar heb ik geen opgewekte ideeën over. Het is mijn vaste overtuiging dat de chaos in Ter Apel, dat die wel bewust georganiseerd wordt. Ja, daar hebben we het eerder over gehad. Rutte heeft dat ook al maanden geleden aangekondigd, dat dat weer ging gebeuren. Kortom, daar zijn dus geen maatregelen genomen, expres niet genomen, waardoor het niet hoefde te gebeuren. Komen er meer mensen? Ja, dat zal best wel, maar dan kunnen we best. Dan kun je projectgroep starten en dan kun je dat natuurlijk heel goed doen. De spreidingswet is overigens aangenomen, dus kunnen die gemeentes die kunnen we eventueel ook onder druk zetten. Maar dat is helemaal de intentie niet. De ChristenUnie ben ik geneigd te vertrouwen. Voor zover als ik het tot op heden gezien heb. Maar de VVD die organiseert dit is gewoon expres. Ik begreep wel dat er veel kritiek was, ook, ja, zelfs in de VVD zijn, dacht ik, vrij liberale, progressieve geluiden. De JOVD was al kritisch, maar ja, precies. Precies. Dus ja, misschien krijgt hij op zijn falie, maar ik denk dat hij dus de rechtervleugel belangrijker vindt dan deze verlichte zielen die er kennelijk ook in de VVD zitten. Het is natuurlijk een schande, moet je ervan zeggen. We kunnen beter ons verdiepen in een structurele aanpak van het hele immigratieprobleem. Maar dan moet je dat natuurlijk ook in Europa doen. Want anders heb je er nog geen kloot aan. Maar er kwam zo'n VVD'er uit Noord-Limburg aan het woord en die maakte zich zorgen. Want die zegt, ja, ons dorp verandert en overspoeld met mensen uit het buitenland. En we zijn er niet tegen, maar het is gewoon te veel. Ja, het kan te veel zijn. Dus nou, daarvoor heb je dan de spreidingswet, zodat het op een zodanige manier gespreid kan worden dat het niet te veel is. Ik zeg maar zo, hoeveel mensen uit de Oekraïne hadden we? 90.000. Die zijn grotendeels op een korte termijn aan het werk gegaan. Hebben we daar last van gehad, bij mijn weten? Heb je klachten gehad? Nou, je had een paar mensen die hadden dan een Oekraïns gezin in huis genomen. Dat gaf dan nog wel eens problemen. Ja, hoe krijgen ze weer weg, was dan de vraag. En er werd ook voor gewaarschuwd trouwens, hoor. Precies. Maar goed, in principe is dat een probleem wat min of meer geruisloos is opgelost. Ja. Ik wil nou weer niet weer Schaffendas zeggen, maar dat als je van goede wil bent, en dat was natuurlijk het grote verschil met de Oekraïners en andere immigranten, dat we ten aanzien van... We luisteren even naar omgevingslawaai. Baba, baba. Kun jij nu herkennen aan het geluid of dit een ambulance was, of de brandweer of de politie? Nee, dat kan ik niet. Ik neem aan dat het een ambulance is, maar omdat het diaconessenhuis natuurlijk 300 meter verderop. Dus ja... Schijn je te kunnen horen, ja. Ik weet ook niet wat het je precies het verschil is. Altijd dat er iemand dan toch zijn leven gered moet worden. Ik heb natuurlijk ook vaak het vermoeden dat het wel lekker is om even die sirene aan te zetten. Dat je lekker snel kunt doorrijden. Ja, sowieso is het fijn met zo'n sirene aan. Dat geeft toch het gevoel dat je op kunt stijgen. Je ziet het toch wel eens op de snelweg. En op een gegeven moment dan komt dus gewoon zo'n normale persoonauto en die zet dan zo'n blauwe lamp op het dak. En opeens zijn ze dan een politieauto. Dan kunnen ze overal doorrijden. Want hoe heet het toch, die Amerikaanse detective ook weer, die door die man met een kale hoofd gespeeld werd. Kojak. Je had ook, al zat hij in zijn vrij normale Chevrolet en dan was er een crimineel feit geweest en dan haalde hij dat ding uit zijn auto en dat zette hij op het dak en dat kon je dan aanzetten. Je
Ik heb ook wel gedacht, zou ik niet zo'n ding kunnen kopen ergens? Ja, hè? Als je een lezing hoe hebt. Lang zou, ja, als je een lezing hebt en zo, je dreigt te laten komen. Hoe lang zou je als niet gekwalificeerde figuur met zo'n ding rond kunnen rijden? Dat zou ik wel willen weten. Misschien moet je het proberen. Vraag eens aan je chauffeur of die een keer wil uittesten. Ja, maar dat is hij de klos en ik niet natuurlijk. Dus ik weet niet of dat een ideaal is. Maar ik kan me de charme ervan kan ik mij wel voorstellen, ja. Maar je had het over de VVD. En, de VVD. Ja, dus nogmaals, mijn indruk is dat ze dat expres organiseren, dat het een zootje is. Want dan kun je zeggen, oh wat verschrikkelijk en we kunnen het niet aan en het is ontzettend en, ja, enzovoort enzovoort. En bovendien hopen ze natuurlijk dat de attractie van Nederland voor immigranten, dat die zo gering mogelijk wordt. Maar we hebben het de vorige keer over gehad dat Nederland wel heel soepel is in Europa. En er komt per jaar een stad bij. Ja, nou ja, voor op een gespannen arbeidsmarkt lijkt me dat heel nuttig. En dan krijg je natuurlijk altijd het verhaal ja, dat we daar voorlopig helemaal niet op terechtkomen. Misschien moeten we ook dat toelatingsbeleid wat losser maken dan we dat nu doen. En sowieso zal Europa op de langere termijn, sterker nog, sowieso zal het Westen in de breedste zin van het woord op langere termijn rekening moeten houden met het feit dat je enorme tekorten krijgt op de arbeidsmarkt. En dat heeft te maken met het feit dat de geboortecijfers natuurlijk eigenlijk structureel onder de vervangingswaarde zitten. En heb jij het nu steeds over de arbeidsmarkt? Er zijn ook mensen die hebben het over de woningmarkt en die zeggen, ja, die mensen moeten ook ergens wonen. Ja, dat wij in Nederland nou toevallig de woningmarkt zo ongelooflijk slecht georganiseerd hebben dat we sinds 1945 een tekort aan woningen hebben, zij dat het steeds van aard verandert en dat het ook iets te maken heeft met de verdunning. Nee, dat in 1945 woonden er 4 mensen in huis en nu vaak maar 1. Nou ja, dat scheelt natuurlijk in de ruimte die je in principe nodig hebt. Maar we hebben het zo georganiseerd, niet waar, dat het een permanent probleem is. Zodanig dat je ook als licht paranoïde burger begint te denken, is dit ook niet zo georganiseerd? Zijn er ook niet aanzienlijke groepen in de Nederlandse samenleving die er alle belang bij hebben? Niet waar dat er eigenlijk net iets te weinig huizen in Nederland zijn. Met als gevolg dat de prijzen natuurlijk fancy oplopen. He? Wat dacht je van, je zult hier in deze straat maar een huis hebben gekocht 40 of 50 jaar geleden. Nou ja, dat is. We hebben geen belasting op dingen die duurder zijn geworden. En die je ooit gekocht hebt. Dus ja, in Amerika bijvoorbeeld wel. Wij hebben dat niet. Dus dat is allemaal puur geld verdiend in feite. Dus ja, we zouden dat dan ook. Ook dat zouden we anders moeten organiseren. Maar daar hebben we nooit enige overtuigende greep op gekregen op die markt. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar er zijn mensen die zeggen, simpelweg een tekort in de Nederlandse samenleving. Ja, maar je vindt het niet asociaal dat de regering dus zegt tegen al die mensen, kom hier maar naartoe. En ondertussen zijn er Nederlanders die dus niet aan hun huis komen. Nou, dat is niet in orde natuurlijk. Dus ik zou zeggen, neem passende maatregelen. Ja, iedereen doet alsof dat niet kan. Maar zo ingewikkeld is dat dan ook weer niet. Dan zul je bijvoorbeeld een aantal terreinen, zul je de regelgeving even iets minder strak moeten toepassen. Dat kan allemaal heel goed. Het is onwil. Het is voornamelijk onwil. Nogmaals, kijk naar de Oekraïners. Daar kon het ineens wel. Niet waar, daar was de onwil afwezig. Maar op het normale terrein is sprake van onwil. Europa zal ook voor de toekomst rekening moeten houden met de immigratie. En je kunt er beter rekening mee houden, want dan kun je er beleid op toepassen. Maar nu is er geen beleid behalve dat je dus zo doet. Dat is niet verstandig. Nou, we hebben natuurlijk dat allemaal Rutte het maanden van tevoren aankondigt dat het een zootje wordt, dat is natuurlijk wel een hele vreemde zaak, ja. En hij heeft eerder gezegd bij dat VVD-congres, ik ga ervoor zorgen, beste ja, VVD'ers, dat het naar beneden gaat. Hij heeft van alles gezegd in de loop der jaren. Hè. Geen cent extra naar Griekenland en zo kunnen we nog wel wat voorbeelden geven. Maar die VVD'ers, die op een gegeven moment is toch de maat vol? Dan wil je toch niet iedere keer het bos in laten sturen met een zoethoudertje? Zo van, nee, we gaan er wat aan doen, ja, en we doen niks. Ja, wat gaat de VVD doen als de maat vol is? Nou ja, kritische vragen stellen. Ja, blijft Rutte rustig zitten. Veel kritischer dan we het, wanneer was het, vorig jaar hebben gedaan, is het niet mogelijk in principe. Of hier vorig jaar alweer. En dat is niet mogelijk. Is dat zo? Kunnen zij niet het vertrouwen opzeggen in hun leider? Nou, dat kunnen ze best. Maar dat gaan ze niet doen natuurlijk. Want dan heb je wel een nieuwe leider nodig die onmiddellijk aansprekend aanwezig is. En ja, bovendien zit er nog een kabinet waarvan hij de minister-president is. Dus nee, Rutte heeft het heel handig zo georganiseerd dat allerlei mensen kritische geluiden maken en
geleerde en humane gezichten trekken voor de pers, maar dat er verder geen kloot gebeurt natuurlijk. Dat begrijp je toch wel. Dat is zijn meesterlijke talent natuurlijk. Er gebeurt niet veel. Her en der niet waar zijn zichtbare wonden waar een beetje bloed uitkomt. Ja, daar wordt een pleister op geplakt, die heet excuses. En zo'n pleister kan je daar maar weer even tegen natuurlijk. Ben jij geschikt te opvolgen voor Rutte? Nee. Nee, niemand. Niemand Laas Dijkhoff hebben we natuurlijk genoemd, maar die is weg. Je hebt al uitgelegd dat Klaas Dijkhoff veel te geleerd was om in de VVD hoog. Maar misschien wil hij terugkomen. Als hij weet van oké, kan nu de opvolger worden dat hij zegt. Zou je denken? Nou, ik weet het niet. Als hij die ambitie heeft. Dat hij denkt, ga even wat anders doen. Ik kom wel weer terug als hij op Sodemieter is. Zou kunnen. Maar nogmaals, het is het immigratiebeleid, dat is natuurlijk een treurige toestand. Ik denk niet dat dat structureel zo aan de dijk zal zetten. Dat kan ik me haast niet. Kan ik haast niet geloven. Maar dan voel je als VVD toch echt een lulletje rozenwater. Dat je dus, je wordt het bos ingestuurd met een zoethoudertje en er wordt niets mee gedaan. Is dat niet al enige tijd het probleem van de VVD? En dat heeft een heel eenvoudige oorzaak. Dat de VVD, wat jij zegt, is volkomen juist. Maar de VVD is de grootste politieke partij van Nederland. Althans qua aanwezigheid in de vertegenwoordigende lichamen. De VVD levert sinds 2010 een minister-president. Dus ja, dan ben je graag bereid een beetje lulletje rozenwater te zijn. Totdat je duidelijk wordt dat er ook deze ijzersterke positie in het systeem op het spel staat. En dat daar is op dit moment althans nog geen sprake van. Je moet natuurlijk wel oppassen. Kijk, dat is geen nieuw CDA. Die BB-beweging die heeft natuurlijk beter gescoord. Hè? Wat is het? Ik weet niet. De BB-beweging is nu de grootste fractie in de Eerste Kamer natuurlijk. Maar dat zijn toch provinciale statenverkiezingen. Dat zijn tussentijdse verkiezingen. We moeten nog eens afwachten wat dat bij parlementaire verkiezingen gaat opleveren. En of de VVD dan heel kwetsbaar blijkt te zijn, ja of nee. Maar ze moeten wel oppassen dat ze niet een nieuw CDA worden. Zo van, jullie beloven heel veel dingen, je doet niks. De kiezer gaat op een gegeven moment afrekenen. Zeker, zeker is dat. Denk aan niet alleen, want ja, je geeft nou het voorbeeld van het CDA, maar lot van de PvdA is natuurlijk even treurig in feite. Ja, die zit ook met een paar zetels in de Eerste Kamer, of in de Tweede Kamer. Ja, maar die regeren al een hele tijd niet meer mee. Nee, en dat ziet er ook niet naar uit dat ze dat op korte termijn op substantiële wijze zullen gaan doen. En aan wie hebben ze dat te danken? Aan zichzelf. Aan zichzelf. Ook de verantwoordelijken hebben nooit verantwoording daarover afgelegd. Maar ze hebben het aan zichzelf te danken. En het is triest om nu die ruzie weer te zien, hè? Tussen GroenLinks en PvdA. Ja, dat is ook diep treurig. Ja, maar goed, we hebben het dan zo vaak gehad over al die linkse splinters, niet waar? Ja. Ze hebben allemaal het grootste gelijk van de wereld. Maar ja, je kunt het grootste gelijk van de wereld hebben. Je koopt er niks voor. Maar je koopt er niks voor. Dat is een beetje het soort van gelijk wat ik ook altijd heb. Hè? Het grootste gelijk van de wereld achterin een Audi A2. Is toch een A2? A3. A3, sorry. Nee, geen probleem. Elke keer weer. De A2 die moest ik een keer opzoeken, maar die vond jij mooi, hè, die A2? A2 is een fantastische auto. Die zie je bijna nooit meer rondrijden. Nee. Het was een geniaal ontwerp. Hij was extreem zuinig. Hij was enorm ruim. Het was een beetje een raar doosje, maar was enorm ruim. Hij lijkt een beetje op die Volkswagen elektrische. Hij zat ook heel handig in elkaar. Ik heb nu de constructiedetails niet paraat. Maar de consument wou hem niet. Hè? Het oogde niet blitz. Ik kan je dit zeggen, de autokopers. Dat zijn echt de meest conservatieve mensen die ooit op deze planeet hebben bestaan. De meest fantastische auto's die ze konden kopen, die hebben ze om zeep geholpen dus ze niet te kopen. Denk aan een Fiat Multipla, althans de eerste model. Ja, die is hem later weer bijgetrokken. En ook de Audi A2. Geweldig autootje. Echt super. Prachtige constructie, zuinig. Het voldeed aan alle eisen, maar consumenten waren niet geïnteresseerd. En nog even één vraag over die politiek. Wanneer denk je dat het CDA nou eindelijk eens gaat heronderhandelen? Want dat is toen aangekondigd. Voorlopig niet. Waarom zouden ze risico's nemen? Volgens mij is wel gezegd toen voor het zomerreces komen ze erop terug. Nou, ik zie het zo 1, 2, 3 niet gebeuren. Dat is natuurlijk, maar wat voor voordeel hebben ze erbij als ze nu het kabinet laten klappen en dat er nieuwe verkiezingen komen?
Heeft niemand enig voordeel bij op dit moment. Nee, maar wat voor belang heb je erbij om je eigen partij te laten nog verder af te laten gaan? Rommelen, verrafelen. Ja. Nou, wacht maar eens even. Waarom niet even wachten? Eens kijken hoe de hazen lopen in de komende 2 jaar. Ja, of wanneer die verkiezingen moeten worden gehouden. Maar denk je dat de kiezer teruggaat naar het CDA dan? Wie weet. Er kan van alles en nog wat gebeuren. De positie op dit moment is, wat je ook bedenkt, niet voordelig voor het CDA. Je gaat geen verkiezingen houden op dit moment. Ben je natuurlijk gek als je dat doet. Dat was ook zo raar en ook vaak in de media toch wel een beetje. Ja, het kabinet ging nu vallen en zo. Nou, natuurlijk gaat het kabinet niet vallen. Niemand is geïnteresseerd in een hele klont van die BB-club in de Tweede Kamer. Nee, daar hebben ze geen belang bij. D66 zal dat ook niet doen. Nee joh, daarom. Dus de zittende coalitie die verliest sowieso bij Tweede Kamerverkiezingen. CDA heeft ook gezegd, we wachten eventjes af totdat de provincies... Precies, dus het zal zo vaart allemaal niet lopen, denk ik. Hebben we eigenlijk al ergens een provinciebestuur? Is dat eigenlijk al ergens gelukt? Ik dacht het niet. Het enige wat we weten is dat in Utrecht de BB buiten spel gezet is. Ik weet niet hoe het elders gaat. Je leest er weinig over. Even googlen. Omdat we natuurlijk toch 12 provincies hebben. Dus je zou langzamerhand zouden wel iets gedaan moeten zijn. Maar ik begreep dat het overal nog wel enige tijd kon duren. Dan moet ik ook zeggen dat ik het niet op de voet volg. Nee, je moet ook. Jij leest natuurlijk alleen Utrecht. Maar eens even kijken wat we als we dat. Zelfs Utrecht volg ik niet op de voet. Ja. Oh hier, de Volkskrant heeft 10 uur geleden. Bijna de helft van de waterschappen heeft nog geen bestuur. Dat is natuurlijk bij de waterschappen. Formatie met BBB duurt langer. Maar we willen natuurlijk even weten hoe het in de provincies zit. Nou, dat staat hier in ieder geval. Dit is in ieder geval het waterschap. Hoop op een nieuw provinciebestuur. Maar ik lees nog nergens dat er een... Er is veel hoop. Ja. Nou, laten we het daar voorlopig op houden. Er is veel hoop. Ja. Het is altijd fijn om te hopen. Ja, en daarna zal het CDA pas in actie komen, denk ik. Op zijn vroegst. Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal oplevert. Misschien dat het ook wat langer duurt, omdat de BB natuurlijk moet leren dat je niet alleen maar eisen kunt stellen, maar dat je ook tot compromis bereid moet zijn. Ja, uiteindelijk zijn ze wel de grootste partij geworden, maar dat betekent helemaal niet dat je de meerderheid hebt. Nee, nee, zeker niet. Je zult rekening moeten houden met alle andere partijen en wat je erover leest zijn het allemaal hele brede coalities. Dus daar zit natuurlijk al heel wat werk in om daar uiteindelijk een bestuur uit te kloppen. Ja. Dus laat maar rustig afwachten. Nog één dingetje waar jij bij Renze wel iets over hebt gezegd, maar nog niet in deze podcast. Dat is dat interview van Kaag bij College Tour met dat fragment van haar dochters. Hè, waar ze vreesde dat het een nieuwe Els Borst zou zijn met die bedreiging en dat soort dingen. Hoe luister je daarnaar? Nou, ik vond het droevig dat zo moet. En ja, wat moet je daar verder van zeggen? Dat ik natuurlijk al vaker heb gezegd dat... Dat de social media, want daar al de meeste van die dreigementen doen zich daarvoor. Maar zij heeft natuurlijk ook te maken gehad met concrete aanwezigheid van dreigers. Namelijk die gek die met een fakkel in haar voortuin stond. Nou was dat een psychiatrische patiënt, heb ik begrepen. Maar nog droeviger was die groep van oliedomme vrouwen met die fakkels. Waar was het ergens achter in Overijssel klaar stond om haar op te vangen. Ja, waar je al direct dacht van ja, hè, nou ja, ik zal daar niet al te kritisch over uitpakken, omdat het allemaal weer arrogant en... maar het was toch wel een groepje hele droevige vrouwen. Ik hoop dat ze allemaal nog eens over 20 jaar kijken naar hun eigen godvergeten stupiditeit met die fakkels daar en zich daar diep en diep over schamen. Ik weet ook niet wie het dat georganiseerd had, maar het was... Droevig. Het was een droevig. Als dat de resultaten van de vrouwenemancipatie zijn, dan hoeven we er niet erg blij om te wezen. Althans een onderdeel daarvan. Dus ja, ik vind dat verschrikkelijk. En ik heb alle begrip voor de dochters van Kaag. Sterker nog, ik zou alle begrip hebben als Kaag zegt, ik heb het hier wel gezien. Ik ga wat anders doen. Hè? En dan is ze in feite weggepest door de beroerdste elementen in de Nederlandse samenleving. Namelijk radicaal rechts, want daar komt het van. Hè. Daar komen deze voortdurende opstokerij en hitserij, die komt van die kant. En die dochters hoopten dat ze weer iets internationaal ging doen, hè? Ja, dat zou je dat ook niet hopen. Als je, ja. Het is sowieso, ik heb begrepen ook de kinderen van Hugo de Jonge en die dolbe waren. En ik kan me dat goed voorstellen.
Het is niet lollig als je ouders in, laten we zeggen, in de afschuwelijke stormwind van de social media staan. En die mensen die dat doen, ja god, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. De NRC had zo'n rubriek en dan werd ook van rechtszaken die tegen die bedreigers zijn gevoerd. Die worden soms wel degelijk opgepakt en aangepakt. En ja, dat is van een treurigheid. Ja, dat zijn allemaal mensen met een lichte geestelijke stoornis. Ja. Het zijn mensen die blijvend invalide zijn. Het zijn mensen die... Bij Rutte hebben we het ook gezien, hè? Het zijn ingrijpende losers. Die natuurlijk wel misschien kennelijk net kunnen typen. En dan voor dit soort van bedreigingen zorgen. En zich verschuilen achter. En vroeger was er natuurlijk geen apparaat om die bedreiging... Ja, je kon in het café roepen dat Kaag een afschuwelijk mens was. Maar dat kwam niet verder. En nu komt het verder. En iedereen weet dat hele universum van de social media... dat een echokamer is. Dus jij stuurt een boodschap en dan... Jouw boodschap wordt weer geretweet en dat wordt weer geretweet. En dat is allemaal onderzocht. Dat blijkt een betrekkelijk kleine groep van retweeters te zijn van dit soort van ellende. Maar ja, het wordt ook door de journalistiek ook serieus genomen. Daar zou de journalistiek ook zich eens serieus over achter op het hoofd moeten krabben. Om überhaupt gebruik te maken van Twitter als een bron van sentiment in Nederland. Nou, Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, heeft Twitter ter verantwoording geroepen, hè, van de week. Ja, oké, dat is een leuk gebaar, maar dat is volkomen loos natuurlijk. Ja, voor de bühne. Je zou kunnen overwegen om Twitter te verbieden, maar ja, je weet, dat heeft ook helemaal geen zin, want dan gaan ze ondergronds. Ja, Mastodon heb je al, dat is het alternatief daarvoor, voor Twitter. Ja, dat ken ik niet, dus je kunt beter helemaal niet op de social media kijken. Ja. Laatst sprak ik Bas Nijhuis, dat is zo'n scheidsrechter van de Eredivisie. En die geeft ook van die lezingen. En die krijgt natuurlijk ook heel vaak bedreigingen via Twitter en sociale media vanwege natuurlijk zijn rol in het spel. En laatst zei hij van, heb ik eens een keer ook een heel lelijk bericht. En toen heb ik gewoon eens even opgezocht, wat is dat nou voor iemand? En toen had hij dus gewoon het werkadres van die man gevonden. Dat hij een berichtje teruggestuurd. Zo, ik heb nu een berichtje klaarstaan. Ik ga zo meteen jouw baas op de hoogte stellen van wie jij bent en wat jij naar mij hebt gestuurd. En toen heeft hij even gewacht en toen kreeg hij dus een reactie terug van die man. En die zei, oh sorry, ik had het zo niet bedoeld. Ja, en toen had die man vaak. Toen zei Bas ook van, ik ga het niet sturen, maar denk even na over wat je stuurt en wat dat met mensen kan doen. Dat is vaak wat je leest hierover. Dat ze dan vreselijke spijt hebben en niet begrijpen wat ze gedaan hebben. Ja, dat maakt nog eens duidelijk dat het zijn geestelijk geen hoogvliegers die dit soort van dingen doen. Nee. Is mijn indruk in ieder geval. Zijn vaak machtelozen, losers, om het maar zo te zeggen. En dat dit is de enige manier waarop ze kennelijk zichzelf dan nog een soort voetstukje kunnen geven. Maar we hebben het er vaak over gehad. Iedereen heeft het er vaak over gehad. De social media zijn in allerlei opzichten een van de meest gruwelijke dingen die ons zijn overkomen. En zoals dat zo vaak is, ze laten zich moeilijk terugdringen in het hok. Het zijn net nucleaire wapens eigenlijk, hè. Ja, iedereen begrijpt dat het volkomen nutteloze en zinloze dingen zijn. Maar kunnen we het gezamenlijk eens worden over afschaffing? Nee. Hetzelfde geldt voor de social media. Die zijn ook, denk ik, qua kwalijke invloed goed te vergelijken met nucleaire wapens. Nou, misschien zijn ze nog wel iets erger in allerlei opzichten. Maar ja, je doet er weinig aan. En je vraagt er wordt natuurlijk fijn aan verdiend door jou dan allemaal. Ja. Laten we dat even niet vergeten. Ja. Je vraagt je af of de makers deze impact voorzien hadden toen ze het bedachten en in het leven riepen. Nee, sterker nog, de makers hebben een precies verkeerd beeld gehad. Ik herinner me nog dat het begon. Het was ideaal en iedereen kon nu zijn mening geven. Ja, zo werd het verkocht. Ja. Maar ze hebben toch ook wel nagedacht. Het was democratiserend. Dit was de manier om de mensheid stem te geven. Nou ja, je weet wat er gebeurt als je de mensheid stem geeft. Ja, maar ze moeten toch ook hebben nagedacht over de side effecten, de andere kant van de medaille. Nee, dat denk ik niet. Die hele wereld die leeft ook natuurlijk met zijn hoofd in de wolken. Je hebt nu dan al die artificial intelligence lui. Lees je zo'n berichtje over die man die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld, blijkt het zo prepper te zijn. Dat je ook denkt, ook niet goed snik, hè. En als je de verhalen dan leest dat bijvoorbeeld zo'n Mark Zuckerberg een of andere space shuttle klaar heeft staan, dat als de mensheid zich tegen hem keert, dat hij dan kan vluchten.
Heb je dat bericht nooit gelezen? Nee, dat heb ik nooit gelezen. Ik vind het wel geesten. Ja, misschien kunnen we hem nu vast afschieten. Zou dat niet een idee zijn? Waar gaat hij trouwens heen als de mensheid genoeg van hem heeft gekregen? Dat zou ik wel zullen weten. Gaat hij dan naar de maan of zo? Of gaat hij naar Mars? Joh, ook al die hele astronautenbusiness. Toch een flauwekul eerste klas. Dat kan iedereen je zo vertellen. Hè? We weten ruim voldoende over Mars. We hoeven er echt niet heen. Er valt niks te beleven op Mars. Hè? We hebben hier genoeg lithium trouwens. Maar dan nog één aspect wat Sander Schimmelpenning vaak benoemt. En Kees van der Spek die bij Renze zat, die zei het ook. En jij zei het ook. Van we moeten gewoon zo'n identificatieplicht. Dus je moet als je dat aanmaakt, je idee, je paspoort laten zien. Ik geloof dat ik dat 5 jaar geleden voor het eerst heb gezegd. Zorg dat je niet anoniem op het internet kunt. Zorg dat iedereen weet wie je bent, waar je woont, wat je doet. En is het gebeurd? Nee. Nee. Gaat het gebeuren? Nee. Dat weten we allemaal hartstikke goed. Hmm. En dan heb je nog een dark internet waar ik helemaal geen verstand van heb. Dus nee, nee, nee. Nee. Het is jammer. De meeste mensen deugen. Het was leuk. We hebben even korte illusie gehad. Niet waar, toen het ons was uitgelegd. De meeste mensen deugen niet. Dat wil zeggen, of mensen wel of niet deugen, is sterk contextafhankelijk. En wij hebben in allerlei opzichten een context georganiseerd waarin het heel makkelijk is. En feitelijk meestal ongestraft blijft om niet te deugen. Hè? Lekker schuilt op het internet. Ja. Nou, we hebben zo'n Telegram groep bij deze podcast, waar dus doorgepraat wordt door vaste luisteraars. En daar worden ook onderwerpen aangedragen. En daar zitten dus ook heel veel mensen anoniem. En die zijn het hier dus mee oneens met het kenbaar maken van je identiteit. Ja, ik zou zeggen, stop dan met je activiteit. Maar ze schelden niet. Maar ze zeggen, we hebben bepaalde redenen waarom we anoniem willen zijn online. Ja, dat kan. Bijvoorbeeld omdat je leerkracht bent en dat je niet wil dat je kinderen in de klas precies zien wat je online doet. Ja, dat kan. Stel voor dat ik anoniem word. Dus bij mijn stem is het vrij lastig om anoniem te worden. Maar online kan het wel. Ja, we kunnen mijn stem misschien wel vertekend doen. Dat gemanipuleerd opneemt. Oeh, en dan zing. Zing ik af en toe een liedje of zo ertussen. Nee, Het is droevig. Je moet jezelf leren je er niks van aan te trekken. Ik ben bang dat de enige remedie is tegen dit. En troost je met de gedachte dat veel van die schelders echt treurige losers zijn. Ja. Je ziet ze zitten. Het is van een onbeschrijfelijke ellende. Alleen je weet het natuurlijk niet. Je ziet die letters binnenkomen en de bericht. En dat is natuurlijk wat de impact maakt. Je ziet niet wie erachter zit. Nee, dat is waar. Ik kan er verder niets aan doen. De wereld zit treurig in elkaar. We vinden steeds weer nieuwe mogelijkheden om de wereld zo treurig mogelijk te maken. Ik heb vaak uitgelegd dat je een heel gelukkig en tevreden mens kunt worden door bijvoorbeeld helemaal niet meer naar de televisie te kijken. Of laten we zeggen de bekende 24/7 een nieuwscyclus te volgen. Dat deden we vroeger ook niet. Wel een heel rustig leventje. Ja, terugdenkend aan de jaren 50. Ja, we hadden thuis geen tv. We luisterden nooit naar de radio. Een grammofoon hadden we ook nog niet. Die kregen we pas wel ook in 8 of 59 of zo. Telefoon idem dito, die hadden we ook niet. Die moest je jaren op wachten. Je kon hem wel aanvragen, maar je kreeg hem niet. Moet je denken wat een leven. Een familie van Ossum in de jaren 50. Helemaal opgedeeld. En kwam een krant. Nieuw Utrecht Dagblad was het. Er stond een ketelbinkie in. Daar was ik wel opgesteld op ketelbinkie. Dus ja, het was een. Heb ik niet alles eerder gezegd, dat viel me altijd op bij mijn opa's. Mijn opa's waren heel succesvolle, hardwerkende mannen. En ik heb nooit de indruk gekregen dat ze het druk hadden. Ze hadden het niet druk. Ze waren ook nooit gehaast. Ik moet nu echt weg. Het is. Nee, dat had je nooit bij mijn opa's. Er zat altijd iets bedachtzaams in. Ook. Mijn ene opa bewoog ook traag en sprak ook traag. Ik, volgens veel mensen praat ik langzaam. Nou, hadden ze mijn opa moeten horen. Hè? Die sprak echt bijzonder traag. Waarom, Maarten, zou ik ook sneller spreken? Wat heeft dat precies voor voordelen? Kun je mij dat uitleggen? Hè? Dus ja. Wij maken ons wel erg druk voortdurend. Hè? Druk, druk, druk. Dat is een. Dus ja, ik ben afgedwaald. Maar goed, ik zei,
Misschien kun je ook je voordeel ermee doen dat je gewoon niet kijkt naar al die... Waarom zou je kijken naar die sociale media? En zelfs, ik bedoel, hoe leuk of fijn deze podcast ook is. En ik maak het graag, vind het hartstikke leuk. Maar je weet, er zijn duizenden podcasts. Ja. Stel je voor dat je overal denkt, oh, dat moet ik ook nog even. Wat leuk, dat ga ik ook bekijken. Ik vond het leuk dat jij laatst zei dat je naar andere podcasts had geluisterd om eens te horen wat ze daar allemaal bespreken. Wat was jouw indruk? Ja, ik had er één beluisterd. Dat was die van die dames. Ten eerste beginnen alle podcasts met eindeloze muziekjes. Dat zou ook willen adviseren, stop daarmee. Want dat is voor zo'n eenvoudige luisteraar. Ik denk al, oh god, alle machten van een klote muziek. Waar is dat nou goed voor? Maar is wel heel kort. Weet je, van die muziek als je opbelt en je wordt niet direct te woord gestaan. Dan hebben ze ook... Je denkt, waar halen ze die muziek in godsnaam van aan? Wij hebben ook een heel vrolijk deuntje aan het begin. Ja, houd zo kort mogelijk, zou ik zeggen. Ja, hoe lang laten we dat horen? Ja, een paar seconden. Dan hoor je met Van Rossum, kun je mij horen? Oh, dat vind ik, dat kan. Hè? Ik hoop dat ze me kunnen horen, dat dan weer wel. Maar beperk het dan. En toen heb ik naar dat een tijdje geluisterd naar die twee dames. Maar ik vond ik allemaal van een irrelevante kinderachtigheid. Dat ik dacht, dat hoeft voor mij niet zo. Waar ging het over dan? Ja, damesdingetjes geloof ik. Ja, je weet dit. Is er een groot verschil tussen vrouwen en mannen? Ik weet het niet precies. Volgens mij wel meer verschil dan vaak tegenwoordig gesuggereerd wordt. Maar misschien is dat toch ook, is ook dat verschil nog cultureel bepaald en zal dat tenslotte verdwijnen. Maar jij zei, wij zijn Einstein voor een vergelijking met die andere podcast. Ja, heb ik dat gezegd? Ja, heb je gezegd. Ja, niet op band, maar buiten de uitzending. Oké. Nou ja, nu je me toch citeert. Ja, ik was er niet. Maar ik heb helemaal niet lang geluisterd. Maar ik was niet van onder de indruk. Ik dacht niet van, jongen. Wat doen ze dit goed? En wat een relevante opmerkingen worden er gemaakt. En wat een interessante onderwerpen. Nee, dat dacht ik helemaal niet. We krijgen trouwens wel vaak tips van mensen die zeggen, dit is een leuke podcast van Maarten, omdat hij ook over geschiedenis gaat. Dus misschien heb je de verkeerde gevonden. Ja, maar ik had wel bij een van die top 10 podcasts gekeken. Ja. En goed, ik was niet zo onder de indruk. Ja, ik denk ook bij mezelf, god, is dat nou zin? Denk je nou dat ik daar iets te horen krijg wat ik eigenlijk al niet zelf ook heb gezegd, gedacht, gelezen of wat dan ook? Dan denk ik, ja, misschien is dat hooghartigheid mijnerzijds. En nog even één dingetje over de politiek. Heb je ook de situatie in de Duitse politiek gevolgd? Want daar liggen ze ook een beetje overhoop, hè, in die regering. Ja, maar dat heb ik niet goed gevolgd. Ik begreep wel dat er spanningen waren tussen de FDP en de Groenen. En ik zou zeggen, het ziet er daar, het is niet erg Duits om dat te laten aankomen op een grote crisis en nieuwe tussentijdse verkiezingen of zo. Dat geloof ik niet erg. En bovendien, die Scholz is wel een hele voorzichtige, rustige. Ja, ik geloof dat hij niet zo klein is als ik denk dat hij is. Maar in mijn verbeelding is die. Maar ik kreeg nu toch wel wat kritiek dat hij daar toch iets te rustig ook in zat. Dat hij toch wel iets meer assertiviteit kon tonen. Ah, ik zou echt zijn voor rust. Assertiviteit levert zelden veel op. Maar ook daar was weer de verschillendheid van alle coalitiepartners was toch wel weer het probleem. Ja, als je coalitiekabinetten hebt, heb je verschillen tussen de coalitiepartners. En het idee is natuurlijk toch dat ze... In ieder geval, voor zover het kabinetsbeleid betreft, geen ruzie met elkaar maken in het openbaar. Ja. Dat is not done. Als je dat ook allemaal toelaat, ja, dan staat die coalitie altijd wankel. Laten we eerlijk primair zeggen hoe belangrijk het is, en dat geldt voor Duitsland zo goed als voor Nederland, dat we coalitieregeringen hebben. Want coalitieregeringen zijn regeringen waar nagedacht is over het beleid. En men heeft compromissen moeten sluiten over dat beleid. Die zijn misschien niet ideaal. Maar mag ik er nog eens op wijzen dat het gewoon nuttig is dat wij min of meer competent bestuurd worden. Dat is niet altijd het geval. Maar die coalitiekabinetten die verdienen onze aandacht. En in zekere zin ook onze bewondering. Want zij nemen verantwoordelijkheid. Niets is zo makkelijk dan aan de zijlijn te roepen dat alles fout gaat en dat het land naar de kloten gaat en dat we tot onze nek in de modder staan. Dat is allemaal kletskoek natuurlijk. Laten we wel wezen, nadat je enige afstand hebt genomen, kun je rustig zeggen dat de kleine West-Europese landen gezamenlijk een paradijs op aarde zijn. Dat daar ook van alles en nog wat mis is, dat is zonder meer een feit.
maar in de rest van de wereld is nog veel meer mis. En dat is deels het gevolg van coalitiepolitiek. En van de aard van de parlementaire democratie. Moeten we trots zijn onze meneer die herkozen is in Turkije. Ja. Met 52% van de stemmen. Dat betekent 48% van de stemmen niets van die man moet hebben. Wat heb je aan zo'n systeem? In feite kan Erdogan de helft van de bevolking, dat kun je toch rustig stellen, gewoon negeren. Wat hij ook gaat doen. Hij gaat ze gewoon negeren. Dus het is een ramp voor het land. Dat is het mooie van coalitiekabinetten, dat ze in ieder geval niet een groot deel van het land kunnen negeren. Dus ja, ik zou zeggen, laten we diegenen die verantwoordelijkheid dragen en bereid zijn om dat te doen, laten we die primair prijzen. Dat ze bereid zijn om dat te doen. Kijk, tetteren aan het buitenspoor, dat kan altijd. Iedereen kan dat. Hè? Ja, Geert, dat kun je je aantrekken, joh. Hè? Lekker tetteren. En wat heeft het opgeleverd? Geen reet, in feite. Maar goed. En daarna kun je het beleid van het kabinet kun je op beleefde wijze en op verantwoorde wijze kun je dat bekritiseren. Je kunt nu bepalen waar wij het in de volgende aflevering over moeten hebben. Twee opties hebben we. 1. Ron DeSantis. En hoeveel kans maakt de beste man om de Republikeinse presidentskandidaat te worden? Dat is optie 1. Of ga je voor optie 2 en dat is het Watergate-schandaal en de geschiedenis daarvan? Eén van beide onderwerpen bespreken wij in de volgende aflevering. Jij bepaalt nu welk onderwerp dat is. Ga naar Spotify, kijk eventjes onder de aflevering naar de poll en breng je stem uit. En de uitkomst die hoor je dan dinsdag, want dan verschijnt een nieuwe aflevering. Waarom, Maarten, zou ik ook sneller spreken? Wat heeft dat precies voor voordelen? Kun je mij dat uitleggen? Het Russische geweld door de jaren heen. En hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. 2 uur lang College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Waarom het belangrijk is om voldoende slaap te pakken en waarom je je mobiele telefoon 's nachts niet op je nachtkastje moet leggen. Daarover hoor je nu de podcast Sea Level. De link naar de aflevering vind je in de show notes.